Hoi, ik ben Colleen en in de komende weken neem ik jullie mee in mijn zoektocht naar een gezondere levensstijl. Want na sporten en gezond eten zijn er nog veel meer dingen die je kunnen helpen om fit voor de dag te komen. Wat die dingen zijn, dat zie je in de serie Vitamine SC. Hallo, we staan nu voor de Holland Health Clinic. We gaan vandaag een health check doen. Dat betekent eigenlijk dat ik helemaal binnenstebuiten gekeerd word. Het is natuurlijk wel belangrijk om te weten hoe gezond je eigenlijk bent. Nou, super spannend. We gaan het zien. We zijn binnen bij de Holland Health Clinic. En in deze kamer gaan we alle testen doen. Nou, hier naast me zie je Margriet. We gaan bij jou een health check doen. En daarbij gaan we kijken naar hoe je op dit moment in het leven staat. En hoe jouw lichaam nu functioneert. Dus dat zijn twee dingen. Je bent niet ziek op dit moment, dus in principe komt er ook nooit iets uit. Dus we beginnen eigenlijk met je motivatie. Waarom ben je hier? Wat wil je? Wat kan je? Wat is er belangrijk voor je? Wat wil je weten? En dus dat is het motivatiedeel. Vervolgens gaan we naar het minddeel, dus je brein. Dus hoe voel je je nu? Hoe slaap je nu? Hoe is je sociale setting? Dat zijn dingen waar we naar kijken. Vervolgens kijken we naar je beweging, hè, naar je motion. Dus hoe beweeg je? Zijn er oude blessures? Is er ergens waar gewrichten vastlopen? Of waar wat minder kracht is? Of waar je op moet letten? Oeps. Wegduwen. Dat ding is er erbij. Kan. Dat is niet erg. Ga naar voren. Ja? Dat is echt heel dramatisch, hè? Nee. Nee, even rustig. Nog één keer oefenen. En als laatste doen we de metingen. Dus onder andere ja, lengte, gewicht, je buikomvang. We luisteren naar je hart, naar je longen. En we nemen uiteindelijk bloed af. Nou, de test hebben we net gedaan. En volgens mij ging het wel goed. Ik ben niet flauw gevallen met bloedprikken. En verder is het natuurlijk even afwachten wat de resultaten zijn. Ik kan hem wel vertellen dat ik... De lenigheidstest niet heb gehaald, denk ik, want dat ging echt dramatisch slecht. Dus dat wordt een extra lesje yoga. Maar verder, een weekje wachten en dan krijgen we de bloeduitslagen terug. En dan gaat ze ook kijken waar ik dingen kan gaan verbeteren. En daar ben ik wel echt heel nieuwsgierig naar. We zijn weer bij de Holland Health Clinic, want vandaag krijg ik de resultaten van de health check. Dus ik ben heel benieuwd wat ik straks ga horen. Alcohol heb je verminderd, zei je. Roken deed je al niet zoveel, maar nog minder is helemaal beter. Nou, we zagen iets in je bloed. Ja, nog in combinatie met je darmklachten zou dat kunnen duiden op. Ja, het afweerklieren. Ja. Maar die moet je weer gaan meten. Nou, we hebben net even Margriet gebeld voor ons health clinic. Ze had de uitslagen binnen van de bloedtest en de allergieën. En er is dus wel wat uitgebleken, want ik heb hooikoorts, ik heb huisstofmijtallergie. En ik heb roggeallergie. En die eerste twee had ik al wel een beetje vermoeden van. Maar die roggeallergie eigenlijk niet. Maar het verklaart wel een beetje waarom ik vaak last heb van buikpijn. Of vooral na het eten van brood en dat soort dingen. Dus dat is wel echt iets waar ik wat mee kan gaan doen. Ik mag wat vaker aan yoga doen. En ik heb ook een paar allergieën waar ik vanaf nu rekening mee kan houden. Maar gelukkig ben ik over het algemeen eigenlijk heel gezond. Volgende week ga ik mijn stressniveau onderzoeken tijdens een stresstest. Neem ik te veel hooi op mijn vork of is alles dik in orde?